Het ministerie van Volksgezondheid is bezig te werken aan de wensen van de Bond Personeel Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS. Dit zei minister Amar Amadine van Volksgezondheid eerder deze week aan journalisten. Het personeel was ontevreden over de werkomstandigheden, kledingtoelagen en het wensenpakket en trok 2 weken geleden aan de bel bij de vicepresident. We hebben afgelopen maandag afstemming gehad met de bond. En we hebben gevraagd om wat meer ruimte, zodat de regering zich kan, in ieder geval het ministerie met het ministerie van Financiën zich kan buigen over het gevraagde. En het gaat allemaal om geen onwil, maar we moeten ook de meerkosten kunnen betalen. Elk wensenpakket, kijk wel, we praten over wensenpakket 2024. Dus alles moet natuurlijk passen binnen een budget. En de meerkosten moeten ook vooraf bekend zijn, zodat we weten waar de verplichtingen liggen naar het personeel toe. Dus in ieder geval voor wat betreft het wensenpakket kan ik zeggen dat we nog aan mee bezig zijn. De minister geeft verder aan dat er goede afstemming is gepleegd met de bond. Hij verduidelijkt dat bij overname van de huidige regering de staat jaarlijks wensenpakketten van verschillende ziekeninstellingen krijgt. En daarom gewerkt moet worden aan duurzame oplossingen.